Dag lieve vissen, welkom bij jullie jaarhoroscoop van 2025. En ik ben Hetty van Praktijk Alvira. Ik heb een legging gedaan, algemene legging. En een beetje liefde voor het komende jaar. Ik doe uitsluitend algemeen. De verlenging kun je net als vorig jaar aanvragen voor 27,50. Daarnaast kun je ook een persoonlijke jaarhoroscoop aanvragen. Maar dan heb ik veel meer gegevens nodig en er zit ook een ander prijskaartje aan. Dan heb ik ook je naam, je meisjesnaam nodig, je geboortedatum, geboorteplaats, geboortetijd. Dus dat is heel anders. En ik ben daar uren mee bezig om uit te zoeken. Maar voor nu doen we de algemene. Dus mochten jullie meer informatie willen, stuur mij een berichtje en dan komt het goed. De aanvragen beginnen al te lopen, dus wees er op tijd bij. Excuus. Wat ik voor jullie heb voor aankomend jaar. Overall heb ik commitment en magic stream. En dat betekent commitment in partnerschappen. Ik ben even aan het invoelen ook de partnerschappen die je aangaat in het komend jaar kunnen harmonieus zijn en sterk. Maar weet wel welke partnerschap ga je aan. Wat laat je gaan? Wat laat je los? Daarnaast krijg ik ook Magic Stream. En de Magic Stream houdt ook in, alles is energie. Alles is vloeibaar. Alles komt zoals het moet komen. Maar alles wat je wenst, bestaat tot de mogelijkheden. Laat je dromen werkelijkheid worden. Maar die commitment is dus iets wat wel een heel jaar speelt. Dus of je committeert je aan iets of aan iemand, of je laat iets gaan, dat kan ook, hè? En dan committeer je je aan iets nieuws. Als ik kijk naar de kaarten. Ik zal er zo een aantal laten zien, maar ik heb ze gelegd en nog niet helemaal ingezoomd. Maar als ik kijk naar de kaarten, dan zie ik een nieuwe start. Letterlijk, het begin van het jaar, een nieuwe start. Het lijkt wel alsof de vissen denken van, of blij dat 2024 achter de rug is. Niet dat het zo heel zwaar was voor iedereen, maar jullie zijn toe aan het 2025 jaar. Er is een nieuwe start. Je zal er hard voor moeten werken. Je zal er iets voor moeten doen. En het kost je tijd. Tijd om te leren. Daarnaast zie ik de kaart dood en wedergeboorte. Dus dat betekent dat je iets stopt. Iets eindigt. Maar ook iets nieuws begint. Er zit een transformatie in jou en in jezelf. Nou, dat is dus hetzelfde in jou en in jezelf. Maar er zit een transformatie in jou. En ik zie ook Koning van Staven. Koning van Staven is gedreven, gepassioneerd. De Koning van Staven voelt zich ook goed. Die weet dat hij er goed uitziet. Die voelt zich zeker, voelt zich sterk, maar is ook beschermend. De Koning van Staven is ook is besloten om stappen te ondernemen naar iets nieuws. En die wil daarin doorzetten, want ik krijg 9 van Staven. 9 van Staven is vaak de gewonde strijder, maar in dit geval zie ik hem als doorzetten. Ik voel dit in het eerste half jaar zo'n beetje. Ja, ik voel die Koning van Staven, 9 van Staven, een beetje mei, juni, juli. Ja. Dan krijg ik Zwaarde 7 en de gehangene. Zwaarde 7 is de kaart van degene die het weten, kaart van list en bedrog. Maar niet alleen maar sluwheid. Het heeft ook ermee te maken, soms neem je jezelf in de maling, hè? Dat kan het ook zijn. Maar het kan ook zijn, let op anderen. Let op, het is niet alles wat het lijkt. En met die gehangene ernaast is het wel, bekijk de dingen van andere kanten. Geef niet gelijk iemand de schuld door te zeggen, van, ja, en het komt daardoor, en die persoon heeft dat, en het zal wel. Bekijk het op andere manieren. En misschien klopt het, hè, wat die ander heeft gedaan of wat die ander zegt. Maar dan nog bekijk het anders hoe je met de situatie om kunt gaan. Want
De zwaarde 7 is een kleine arcana. Wat ernaast haar ligt te hangen is een grote arcana. Dus dat is belangrijk. Het is belangrijk van hoe ga je het komend jaar om met een andere manier van kijken, een andere manier van je gevoelens laten zien. Niets is wat het lijkt. Maar die verandering, die begint dus eigenlijk vrijwel gelijk. Vrij in het begin van het jaar. Misschien dat jullie wel actie ondernemen, hè, in de maand december om iets te veranderen. Of dat je nadenkt over stappen zetten. Ik bedoel, je bent natuurlijk een heel gevoelig teken. En de emoties zitten vol. Je wil je graag verstoppen in de emoties. Niet altijd laten zien. Maar er zit wel heel veel. Dus je denkt wel heel veel na. En ik zie een grote verandering. Voor 2025 zie ik echt een grote verandering. In iets nieuws. Een grote verandering die ingrijpend is. Maar misschien ga je wel iets voor jezelf beginnen. Of besluit je om er iets naast te doen wat van jouzelf is. Dat je denkt, weet je, ik wil daar zelf zeggenschap over hebben. Ik wil daar zelf iets in betekenen. Dat zou kunnen. Maar je zet door. Je zet door. Alleen wat je op je weg tegenkomt zijn mensen, of dingen, zaken die wellicht niet ten gunste zijn van jou, maar waarvan je wel mag weten van, oké, ik moet het anders bekijken, anders aanpakken. Soms lijkt het een illusie en denk je van, ik wil eigenlijk vertrekken van wat ik hier doe. Maar je kunt de illusies ook zien als opties en mogelijkheden. En denk van, hoe ga ik het aanpakken? Hoe zorg ik ervoor dat ik het rustiger krijg? Daarnaast heb ik ook het gevoel dat je nadenkt letterlijk om te vertrekken. Als jullie het beeld zien bewegen, dan springt een hele dikke kat op tafel. Dus dat is wat er aan de hand is. Ik zie dat jullie nadenken om te vertrekken. Om een stap te maken. Dus er zijn meerdere dingen aan de hand het komende jaar. En de verdieping leg ik ze per maand, hè. Dan kan ik dat veel beter zien als jullie de verdieping aanvragen. Maar jullie zijn opties en mogelijkheden aan het overwegen. Ga ik vertrekken, ja of nee? Soms is het te zwaar hier, soms is het te lastig, soms is het te veel. Alles bij elkaar. Maar ik zie die commitment en die magic stream. En het commitment is je committeren aan partners. En dat is in alle vormen, hè? Partners in zaken, partners in relaties. Maar ook denk na waar je aan committeert, hè, wat ik al zei. En de magic stream is ook, maak je dromen waar. Dus je kunt je ook committeren aan je dromen. Dit is wat ik wil. Als ik kijk in het stukje liefde. Op liefdesgebied. Ik krijg zwaarde 3. En zwaarde 3 is pijn. Iets verlaten, iets achterlaten met pijn in je hart. Maar ik krijg ook de wereld. En de wereld is heelheid. Het lijkt alsof je begrijpt van de dingen gebeuren omdat ze moeten gebeuren. Het zorgt ervoor dat ik heel. Het zorgt ervoor dat ik me beter voel. Het zorgt ervoor dat ik de dingen aan kan. Ik rond iets af en ik wil iets nieuws beginnen. Ik krijg Ridder van Bekers. Ook de duivel en koningin van bekers. Ik heb dit gelegd op liefde en ik verbaas me niet, hè, dat mag ik niet zeggen, maar ik vind het zo mooi hoe echt deze kaarten, want dit zijn ook liefdeskaarten. De Ridder van Bekers is iemand die op je pad komt. Iemand waar je geen contact meer mee had of lang niet had, die komt weer. Die gaat jou teksten of die gaat iets zeggen of jou bellen of noem het maar. Het is ook iemand die in je verleiding zat en waarvan je nadenkt: wil ik dit nog wel? Wil ik dit? Wil ik me weer committeren? Dus denk na waar je aan committeert. Maar je koningin van bekers zegt: ja, het is wel iemand die jou een heel goed gevoel geeft. Die weet hoe jij bent, die weet hoe jij denkt. Maar jij bent ook heel intuïtief, dus je weet ook wat goed voor jou is.
Ik ga even kijken wat ik nog meer bij de liefde kan. Mag zien voor vissen. Ik vind het bijzonder dat die commitments komen, want ik zie ze op gebied van het praktische, maar ook op liefdesgebied. Maar er is iets waar je afscheid van gaat nemen, maar waarvan je weet, ik heel daardoor. Het is goed voor mij. Met pijn in je hart, maar het is goed. En dan, als je dat doet, dan opent zich iets. Ik krijg bij de liefde de keizerin ook nog. De keizerin heeft alles in zich om zaken te creëren. Om iets te laten groeien. Weet wat ze wil. Is aantrekkelijk, is mooi, heeft voldoende geld of leeft rijk. Zonder in geld rijk te zijn. Maar het is wel iemand die werkt aan opbouw, werkt aan relaties. Iemand die ook heel goed alleen kan zijn, maar ook blij is met alle relaties die zich. Ze wil zich wel committeren. De keizerin heeft duidelijk voor ogen welke kant ze op wil en met wie. Als ik jullie laat zien, de wereld. Dit betekent ook een afronding van een cyclus, maar ook heelheid. Alles wat goed voelt, dat goed voelt. Dus er gaat iets gebeuren in jullie liefdesleven. En het hoeft niet eens zozeer te zijn met je huidige partner of met een nieuwe partner. Maar er gaat iets gebeuren met mensen om je heen waar je veel liefde in hebt, wat misschien afrondt. Waarvan je denkt, ja, oké, het is beter zo. Het doet me heel veel pijn, maar het is wel beter zo. Je gaat er wel van groeien. Wat mag ik weten als afsluiter? Bijzondere kaarten. Ik krijg bekers 3 met zwaarden 5. Ja, bekers 3 staat voor neem het leven niet zo serieus. Maak het niet zo zwaar. Want zwaarden 5 betekent dat je best zwaar op de hand kunt zijn. Of in ieder geval heel diep kunt nadenken en je geraakt voelen. Neem het leven niet zo serieus. En vat de dingen die mensen verzeggen niet zo persoonlijk op. Trek het je niet zo persoonlijk aan. Ook in het dagelijkse leven, in alles. Mocht je meer willen weten, mocht je een verlenging willen, die leg ik dan per maand, wat ik al zei. Die kun je aanvragen bij mij voor een vergoeding. En, of een persoonlijke horoscoop. En die wordt dan helemaal gelegd op jou persoonlijk. Op wat jou het komend jaar staat te wachten. Per kwartaal, per maand en overal. Dankjewel voor het luisteren en veel plezier in 2025.